is gewoon lulverhaal. Die poortjes moeten gewoon open blijven voor mensen die bij het restaurant willen komen. Die aan de andere kant van het straatstation willen komen, begrijp je? Dus, poortjes moeten gewoon open blijven, vind ik dan. Hallo, ik ben Elmar. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen met onze serie over monumenten. Voor onze serie Monumenten in Noord zijn we met Connie Pietersen op het Pijnakkerplein, waar de muziektent staat. Connie, de muziektent is een monument. Waarom is dat een monument? Nou, omdat die al in 1912 gebouwd is. Ze is wel een paar keer verbouwd. En het is een beetje het idee zo van die Engelse muziektenten die je had, waar iedereen dan keurig gekleed naar muziek zat te luisteren. En hij is hier neergezet omdat het Pijnakkerplein een heel belangrijk plein was natuurlijk in het Oude Noorden. Hier woonden ook de wat rijkere Oude Noorderlingen. En dat kan je ook zien aan de huizen. Dat als je naar die huizen daar kijkt, dat zijn hele mooie ruime huizen. En in de straten woonden wat armere mensen. En sommige huizen hier op het Pijnakkerplein, daar woonden middenstanders. En in die muziektent, daar werden ook muziekvoorstellingen gegeven, uiteraard. En dan, ik heb gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft in de jaren 40, 50. Dan zetten ze echt op mooie zomeravonden, als hier iets aan de gang was, zetten ze de ramen open. En toen zei die mevrouw, ja, dan was het net of we radio hadden, want dat had nog niet iedereen natuurlijk. Die muziektent, in grote lijnen is die hetzelfde gebleven. Maar je ziet nu dat die onderkant, dat zijn mooie steentjes. Daar heeft ook heel lang een hele lelijke cementen bak omheen gezeten. Maar toen het plein opgeknapt is, een jaar of 20 geleden, hebben ze de muziektent weer in oude staat hersteld. En ziet er nog steeds heel mooi uit. En hij wordt ook nog gebruikt, hè? Weinig hoor, niet zo gek veel. Het gebeurt nog wel eens. Maar zoals dat vroeger was, niet meer natuurlijk. Want vroeger was het elke zondag of zo? Ja, het was ja. En op mooie zomeravonden ook. En de fanfare zat hier te spelen. En daar zal ook wel gezongen zijn. En hier op het Pijnakkerplein werden ook vaak de wagenspelen opgevoerd. Wat zijn dat, wagenspelen? Nou, ja, het woord zegt het al, dat is het toneelstuk op een wagen. Dat was dan het decor. In de middeleeuwen deden ze dat vaak. Hè? Een wagen die reed je makkelijk weg met decor erop. En dat waren dan de wagenspelen. Die werden hier in de jaren 40. 50 ook nog vaak opgevoerd. En ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet zeker, dat als er zo'n wagen hier stond met een decor erop en een spel, dat er misschien wel een orkestje in die muziektent mee zat te spelen als orkest. Weet ik niet hoor, verzin ik zomaar, maar ik kan me voorstellen dat het zo gegaan is. Is er veel bekend over de muziektent? Helemaal niet zo gek veel. Ik heb echt behoorlijk zitten zoeken. En eigenlijk meer dan wat ik nu vertel, weet ik niet. Het is toch wel jammer, want het is wel bijzonder. Is het de enige muziektent in Rotterdam? Nu wel. Nu wel, dacht ik. Ja, nu wel. En er hebben vroeger natuurlijk veel meer muziektenten gestaan, omdat mensen ook veel meer naar buiten gingen om hun amusement te zoeken. Ja. En zijn er verder nog dingen waar we op moeten letten als we naar de muziektent kijken? Kijk gewoon naar het houtwerk helemaal hoe al die bogen gemaakt zijn en zo. Dat is, dat zei ik in het begin al. Dat was echt een beetje een kopie van de Engelse muziektenten die veelvuldig in Engeland in de parken stonden. En op de pieren. Hè, er stonden ook muziektenten, ja. Ja, maar ik vind het erg leuk dat hij er in ieder geval nog is en dat hij er mooi uitziet. Ja. Nou, dankjewel Connie. Graag gedaan. Aan de oever van de Rotte woont een oude ooievaar. En die koopt zijn diepvriesvisjes op de Noorderboulevard.
Margootje Vintage is een nieuwe winkel in het Zwaanshals, gerund door onze vroegere presentatrice Margot. Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein hoedoetje stoppen. Hoi, ik ben Margot van Margootje Vintage. Ik heb eigenlijk sinds 20 maart heb ik een eigen vintage winkeltje op de Zwaanshals. Margot, nou kijk, zoals mensen misschien nog weten, jij was ook onze presentatrice bij Senior Noord. Wat is er in die tussentijd gebeurd dat je dan presentatrice was en nu een vintage winkel bent begonnen? Ik ben een jaar gaan studeren in Tilburg en daar heb ik een theateropleiding gevolgd. Ik merkte dat ik eigenlijk bezig was met enceneren en scènes leuk maken en de kostuums. En dat ging zo vanzelfsprekend dat ik zoiets had van, ja, ik wil hier wel verder mee. En ik had altijd een voorliefde voor vintage kleding. Dus ik dacht, nou, ik ga van mijn hobby mijn beroep maken. En binnen 2 maanden had ik eigenlijk dit pandje weten te bemachtigen. En nu is het een winkel geworden. Met allemaal mooie kleding en spulletjes en van alles en nog wat. Je hebt allerlei soorten vintage. Wat moet ik me bij jouw winkel voorstellen? Ja, ik heb eigenlijk een beetje een mix gemaakt van vintage kleding, maar ook spullen die ik bijzonder vond. En het gaat eigenlijk meer over spullen die karakter hebben. Dus ik heb geprobeerd om in deze winkel spullen in te kopen die allemaal een verhaal te vertellen hebben. Dus eigenlijk vind je naast vintage kleding van de jaren 20 tot de jaren 80, vind je ook handgeborduurde dingen. Of medische posters, of gekke beeldjes. Ik wilde het eigenlijk een beetje een soort schatkamer maken met allemaal bijzondere spulletjes, wat ik dan vintage noem. Eigenlijk wat ik hoop te bereiken met deze winkel is dat mensen binnenkomen en dat ze zich op hun gemak voelen. En dat ze het idee hebben dat ze op een plek komen waarbij ze nog bijzondere spullen kunnen vinden. Als je dat zo uitlegt, doet het me een beetje denken aan wat je eigenlijk in België en in Frankrijk ook ziet van die brokante winkels. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb wel voornamelijk veel Franse en Italiaanse spulletjes. Dat chicere, dat van dat Franse, ik denk dat dat inderdaad ook wel past bij deze winkel. Ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar, ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor, oh ik hou zo van jou. Margotje, Margotje, in zo'n klein Peugeotje. Margotje, Margotje, uit Madurodan. Voor spullen, want je hebt van alles, maar qua kleding en schoenen. En is het ook voor iedereen trouwens? Dames, heren, kinderen? Ja, het is voor dames, heren en kinderen, maar ik heb nu nog voornamelijk heel veel voor dames. En de kinderen wordt steeds meer. Maar het is best wel moeilijk om vintage kinderkleding te vinden. Dus ik ben dat langzamerhand een beetje aan het opbouwen. Er is wel vraag naar, ja. Ja, want ik merk dat hier ook best wel veel moeders met kinderen rondlopen. En ja, je merkt dat ze dan ook voor hun kind even rond gaan kijken. Het is best wel een buurt waarin op woensdagmiddag vooral veel moeders met kinderen lopen. En ja, ik vind het wel leuk dat er voor iedereen wat te vinden is. Maar voornamelijk is het wel een beetje voor de jongere meisjes. Tot 30 jaar ongeveer. Maar ik heb ook zeker dingen voor de wat rijpere vrouw. Naast dat het dan vintage kleding is en vintage spulletjes, wordt het ook een plek waarbij je voor speciale gelegenheden op zondag en maandag kan je hier lekker high tea'en. En dan kan je ondertussen ook gaan winkelen. En ja, ik hoop daarmee natuurlijk iets extra's te geven aan dit pandje. En daarbij komt kijken dat naast de tea parties geef ik ook workshops voor kinderen. Dus dat zijn modeworkshops en dat zijn ook workshops die te maken hebben met biologie en wat meer educatieve dingen. Nou, zitten we hier in Zwaanshals. Waarom heb je voor het Zwaanshals gekozen? Nou, ik vond de buurt heel erg interessant, want er zijn heel veel winkels met vintage, food en design. En ja, ik vond het eigenlijk wel een leuke jonge buurt. Er zitten veel jonge ondernemers en er zitten ook veel bijzondere winkeltjes.
En ja, ik dacht, dit winkeltje past er precies tussen. Nou is het ook zo, Zwaanzaal zijn ze al jaren mee bezig, hè? Maar er is ook heel veel verloop geweest in de afgelopen jaren. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Ik hoorde al inderdaad dat er een artikel stond over dit straatje, dat het een faillissementstraatje wordt genoemd. Maar ja, zelf heb ik daar natuurlijk nog helemaal niks aan ondervonden. En ik denk eigenlijk dat het een straatje wordt dat op coming is. En Hopper, die komt hier ook op de hoek. Ja, dat het niet loopt in deze straat vind ik eigenlijk een beetje onzin. Bardoetje, Margotje, Margotje. Uit Madurodam. De Hollanders die zijn nooit zo druk met die muziek, maar ik vind het wel leuk. Heeft u ook contact met andere culturen? Nou, nog niet zo. Nee, nog niet. Nee, ik zie. Wilt u dat wel? Als het mijn leeftijd is, als het mensen mijn leeftijd is, vind ik het wel leuk. Dan kunt u nu kijken naar straatinterviews over de poortjes die gesloten gaan worden bij Centraal Station. We zijn vandaag in Rotterdam Centraal en ik had vragen is over de poortjes die binnenkort dicht gaan. Mag ik uw meningen erover hebben? Nou, wat ik ervan vind dat die poortjes dichtgaan is eigenlijk wel vervelend. Want nu kunnen jongeren niet meer eventjes er doorheen om snel even wat te snacken halen. Nu moeten ze per se een bepaald bedrag betalen om naar binnen te komen. En dat vind ik best wel vervelend. Wat vind je nou ervan dat die poortjes binnenkort gaan sluiten? Ja, ik vind het goed, want zoals je ziet, iedereen loopt naar binnen, iedereen zit daar te chillen, te hangen. Maar wanneer die poortjes dicht gaan, dan houdt het op. Volgens mij moet je 20 euro op je OV hebben, zodat je naar binnen gaat voor een uurtje of zo. Ja, ik vind het best, als je binnen wilt kijken, inchecken in, dan kan je gewoon binnen chillen voor een uur lang. Maar voor de rest is het zo goed, joh. Ja, dat is wel vervelend, want dan kun je niet meer naar de Burger King of gewoon even iets halen bij de Starbucks of Hema of zo. Ja, dat is gewoon vervelend. Dat de poortjes binnenkort gaan sluiten is gewoon lulverhaal. Die poortjes moeten gewoon open blijven voor mensen die bij het restaurant willen komen, die aan de andere kant van het straatstation willen komen, begrijp je? Dus poortjes moeten gewoon open blijven, vind ik dan. Wat vind je nou ervan dat bijvoorbeeld, als je even naar een restaurant wil, dat precies daar is en je kan niet naar binnen? Nou, je hebt in de stad zoveel snackbars. Kom op man, ik kan die kant op binnenlopen. Ik vind dat niet erg hoor, voor mij is het best. Ik denk wel dat je gewoon in en uit kan checken, toch? En ik vraag me af of er erg kosten vanaf gaan. Maar goed, het is wel vervelend dat je niet gewoon de winkels kan bereiken. Ja, zeker. Woon jij hier dichtbij of ga je wel vaker langs de poortjes? Ik zelf woon hier niet vlakbij, maar ik kom hier altijd voor mijn stage. En ik moet hier heel de dag doorheen, of tenminste in de ochtend en in de middag. Ik zelf heb er geen last van, want ik heb studenten-OV. Maar ik kan me wel indenken dat voor iemand die niet student-OV is, die dan wel steeds moet betalen. Dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, YouTube en Twitter te kijken. Heeft u zelf zin om te leren filmen en te editen? Geef u dan op bij Cineac Noord. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.